Ik werd vanmorgen wakker. En toen stond mijn koffie al klaar. In de pot. Heerlijk. Ik ga even mijn mok omspoelen. Ik ga een kopje koffie drinken. En het is al licht aan het worden buiten. Het is 7:15. En ja. Ik hoor vroeg uit. Ik heb dingen te doen zometeen, dus ik hoor op tijd uit. Ik ga me even wassen en kleden. En dan ben ik bij jullie terug. Goed. En mijn moeder is zo te zien weg. Dat had ik al verwacht, want die moest naar het ziekenhuis toe. Ik ben aangekleed. Ik ga jullie even laten zien wat ik aan heb. Als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat ik dit shirtje van mijn moeder aan heb. Mijn moeder past dit niet meer. En toen dacht ik, voor mij is het ook best groot. Maar als ik dit zo voorin stop, dan valt het niet zo op. Dus dat heb ik aan. Blauwe broek. En mijn witte Adidas schoenen. Super chill. Dat is het memory foam, deze Adidas schoenen. En ik heb trouwens mijn tasje van Charm. En het leuke is dat ik deze uit Antwerpen heb. Dus ik vind het echt een super tof tasje. Hij is niet zo groot. Is gewoon heel erg fijn. Kan er alles in kwijt. Maar ik ga onderweg naar Akkerhof. Want ja, ik moest daar een paar dingen hebben. Ik ga uiteraard wel een jasje aan doen. Het ziet er nog niet heel erg warm uit buiten. En dit jasje heb ik ook uit Antwerpen vandaan. Superleuk jasje. Even de tv uitzetten. Dit is gewoon echt zo'n chill zomerjack. En normaal zit hier ook een centuur omheen. Die heb ik afgehaald omdat ik hem gewoon toch open draag. Leek dit niet. Mij wat lekkerste. Ik ga onderweg naar de winkels. Let's go. Goed, ik ben geslaagd. Ik heb de fiets even gepakt. Ik denk dat is toch sneller. Het waait alleen nu wel. Oeps. Maar ik wilde even nog naar een winkeltje hier bij ons in het centrum. Maar het is maandag, dus het gaat 12 uur open. Dus ik ga vanmiddag even terug. Ik heb trouwens blarenpluisters gehaald. Van het echte goede merk. Ze zijn wel peperduur, maar... ik heb blaren op mijn voeten, dat is niet normaal. Maar goed, ik doe het. Het is echt heerlijk weer. Maar goed, ik heb alles gehaald. Een beetje extra dan nodig was. Maar goed, maakt niet uit. Op naar huis. Hè? Ik ben niet uit elkaar gewaaid, maar ik ben thuis. Nee, dat is echt heerlijk. Nee, ik liep hier vanmorgen de deur uit. En toen ik 2 stappen buiten was, dan bedacht ik me in één keer. Ik denk, maar waarvoor pak ik niet gewoon de fiets? Het is super lekker weer. Nou moet ik zeggen, mijn fiets is echt kloten. Dus ik pak altijd de fiets van mijn pa. Maar ik dacht, ja, ik kan net zo goed de fiets pakken. Maar goed, ik ga de gaaien halen. Hoe leuk is op de planning dan, Maus? Hè? Voilà. Oeh, nou goed, ik moet vanmiddag trouwens ook even de camera gaan opladen, want die is bijna leeg. Ik ruim dit zo gelijk even op. Ik vind het warm. Nou, ik dacht dat ik nog een paar broodjes mee moet nemen, maar nou laat ik ze hier. Dat is niet slim. Goed, ik heb 2 pistoletjes en 2 croissantjes gehaald. Eitjes gaat, want ik dacht, ik ga lekker een boerenomelet maken met uitjes, champignons en boerenomelet niks voor in het ei. Ja, dat is lekker. Ik heb weer wat koffie gehaald. Die waren op. Ik heb spekjes gehaald, want ik heb van die theebiscuits gehaald. En het is lekker als je een spek erop doet. En dan heel even de magnetron. Een soort marshmallow effect, want ze hadden geen marshmallows, dus nu heb ik mijn spek meegenomen. 2 kaasbroodjes en pleisters! Dus ik ga ze gelijk opdoen, want ik heb echt pijn aan mijn voeten. Oh, dat is niet normaal. Ik ga dit in mijn koelkast zetten. De eitjes ook maar. Mijn moeder is nog niet terug, het verbaast me eigenlijk wel. Ik had eigenlijk wel verwacht dat ze hier al zou zijn, maar nog niet dus. Dat is voor het eitje. Dat hoeft niet in de koelkast.
Nee, ik dacht ik ga lekker een croissantje meenemen, want ik heb ook nog kippenpastei en dingen. Dus ik ga hem erop smeren dan. Ja, die harde broodjes, ik denk dat ik die voor een eitje bewaar. En misschien dat mijn moeder ook wel een lekker broodje lust. Maar ik ga eerst even lekker een croissantje eten en de pleisters op mijn voeten plakken. Dat vind ik eigenlijk even het voornaamste, die pleisters, want anders wordt het helemaal gek. Even de spek hier in de kast leggen. En die leg ik ook even bij. Nou, eerst even die pleisters plakken. En mijn camera zo opladen, want hij is niet heel erg vol meer. Trouwens, nog een ding. Ik zie er al misschien qua make-up wat anders uit, want ik gebruik mijn eyeliner tegenwoordig. Ik weet niet, ik vind het toch wat leuker staan. Het popt mijn ogen wat meer eruit of zo. Ik weet niet, ik vind het leuker als ik eyeliner op heb. Dus, ik heb eyeliner gisteren gekocht. En ik ben trouwens meer van de goud-bruin-oranje tintjes oogschaduw. Dus, change of plans. Maar goed, ik ga pleisters plukken, want het doet echt zuur. Goed, ik heb alles even dicht gedaan, want het is super heet hier. De vlog van gisteren is bewerkt en ga ik zo meteen uploaden voor morgen. Maar ik vind het dus leuk dat ik weer dat dagelijks vloggen ga proberen te beginnen. Het kan zomaar zijn dat er is af en toe een dag tussenuit valt. Ik probeer het natuurlijk niet, maar het kan wel. Dus hou daar rekening mee. Ik heb natuurlijk ook gewoon werk en hele onregelmatige diensten. Dus het is afhankelijk van hoe mijn dag verder verloopt. Dan kan ik uploaden. Dus dat eigenlijk. Verder heb ik nu niks te melden. Ik ga nog een keer op de fiets naar de apotheek. Want mijn moeder kwam net terug van het ziekenhuis en die moet nog een recept hebben. Super handig. Als ik dat had geweten, had ik niet gegaan vanmorgen. Maar die ga ik dus nu ophalen. En dan ga ik even langs de Action. Want ik wil een klein prullenbakje halen. Want heb ik hier niet. En ik zit ook alles in zakjes te proppen en dat schiet niet op. Dus ik ga even bij de Action kijken of ze een klein prullenbakje hebben. En misschien nog hele andere leuke dingen. Goed, in de Action. Ik heb een prullenbakje weten te vinden. Daar ben ik heel blij om. Nu alleen nog even kijken of ze iets van een klein langwerpig-achtig tafeltje hebben. Dan denk ik dat niet. Ik vraag waarschijnlijk weer iets heel raars. Maar het zou wel fijn zijn. Maar wat ik al zeg, ik gok gewoon dat ze dat niet hebben. Even zoeken. Goed, ik dacht dus slim te zijn en naar mijn opa en oma te fietsen. Want ik heb een bloeddrukmeter voor ze gehaald. Want die wilden ze hebben. Maar volgens mij zijn ze niet thuis. Volgens mij zijn ze dus niet thuis. Dus ik draai nu om. Weer naar huis. En ik heb trouwens iets heel tofs gehaald, namelijk, ik heb natuurlijk het voornamelijke boek Boy 7 gelezen. En uiteraard naar de film van de jaren geweest en al. En nu blijkt dus dat er een boek is over Lara, het meisje, Girl 6. Het meisje dat voor Sam de kliniek inging, zeg maar. Ik ben helemaal zot van dat verhaal nog steeds. En hier heb ik dus een boek gevonden wat over haar gaat. Dus waarom zit zij daar? Dus dat blijft, dat is nog steeds een mysterie gebleven in de film ook. En nu heb ik het boek dus. En ik heb een duimbezweting gehaald over Engeland. Dus ik heb nog wel wat te doen. Een duimbezweting en een boek te lezen. Levensgevaarlijk bezig zo. Met de camera aan mijn hand op de fiets. Maar hey, maakt niet uit. Dus dat heb ik gehaald. En dan bij de Action een paar dingetjes, prullenbakje en een bloeddrukmeter voor mijn opa en oma. Een anti-allergieapparaat voor mijn pa. Geen idee of het werkt. Het zou fijn zijn. Goed, ik heb een peeling op mijn gezicht zitten. Die lijkt lekker in te trekken. In de hoop dat het werkt. Maar het is tijd om me om te gaan kleden. Om me gekleed. En wel. En nu is het tijd om mijn bed af te gaan halen. Tadaa! Nou, ik zeg, we kunnen erin. Ik heb verder eens alles gedaan. Wat ik wel nog even ga doen,
is de pot koffie klaarzetten van morgen. Want ik kan een timer op, dus morgenochtend heb ik nog een verse koffie als ik wakker ben. Heerlijk. De koffie is gezet. Ik heb net even, ik heb jullie de gekke bekken bespaard, maar ik heb net even mijn pil ingenomen. Ik wil een keer een video over maken, want ik zie meer mensen er video's over maken. En ik wil op zich mijn ervaring met de pil ook even delen. Ik slik hem nu al een aantal jaar. Ik ben ook een hele tijd nog tussendoor gestopt. Dus het lijkt me misschien een keertje leuk om dat ook te doen. Dus heb je vragen daarover of zo? Laat het weten in de reacties. Maar ja. Ik duik mijn bed in, want ik ben best wel moe. En de dag is voor mij wel voorbij. Het is over 1 minuut is 10 uur, dus perfecte tijd. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!